Dat oude liefde niet roest, dat bewees Rockstar al in 2014. Toen brachten ze GTA V voor het eerst naar een volgende generatie consoles. En nu, 8 jaar later, doen ze precies hetzelfde. En ze durven er zelfs weer geld voor te vragen. Wij hebben uitgezocht of dat terecht is en wat precies de verbeteringen zijn. Het aantal spellen dat we 10 jaar na dato nog graag opstarten is eigenlijk op 1 hand te tellen. En misschien wel zelfs op 1 vinger. Dat heeft natuurlijk te maken met hoe goed GTA V is. Maar ook met het feit dat de meest succesvolle games na 5 jaar meestal wel een vervolg krijgen. Voor de populairste games zoals FIFA en Call of Duty geldt zelfs dat ze elk jaar een nieuw deel krijgen. Rockstar kiest duidelijk een andere koers. In plaats van een jaarlijkse reskin kiezen ze ervoor om hun game elke keer weer beter te maken voor een nieuwe generatie consoles. Maar zijn die upgrades wel de moeite waard? Ver voordat deze nieuwe versie van GTA V uitkwam, werd al bekend dat er nauwelijks nieuwe content zou worden toegevoegd. We moeten het namelijk doen met alleen een paar nieuwe voertuigen. Je trekt dus alleen de portemonnee voor een verbeterde GTA V ervaring. De game draait in een hogere resolutie, met meer frames per seconde en kortere laadtijden. De PlayStation 5 versie maakt daarnaast ook nog eens gebruik van de haptic feedback en adaptive triggers van de DualSense controller. Dat klinkt misschien een beetje als geldklopperij, maar helaas duurt het natuurlijk ook nog even voordat GTA 6 er is. En tot die tijd willen we echt wel auto's stelen. Wie moet er anders de schuld krijgen van het toegenomen geweld op straat? Je moet in ieder geval zelf beslissen of de upgrade voor jou de moeite waard is. De komende 3 maanden krijg je de game voor een tientje op PS5 en voor 2 tientjes op de Xbox Series X en S voor zowel de Story Mode als GTA Online. Daarna kost de game 40 euro. De verbeteringen die Rockstar heeft doorgevoerd maken gelukkig wel een groot verschil. Vooral de sprong van 30 naar 60 frames per seconde is erg lekker. We vinden GTA V stiekem al een van de beste racegames op PlayStation en Xbox, maar met deze framerate kun je daar bijna niet meer omheen. Daarbij komt ook nog eens dat alles aan de digitale horizon al is ingeladen als je door de spelwereld zoeft, in tegenstelling tot de vorige generatie consoles. Dat verschil maak je vooral als je met een straaljager of helikopter door de lucht vliegt. Je kan dan de skyline van Los Santos tot ver in de bergen zien, terwijl je online vrienden over de snelweg ziet racen. I thought we was trying to get out of this bullshit. You sounding more and more like a snee-eye itch every day. My job, my score, get your own! Grafisch is de boel dus behoorlijk opgekrikt, zeker als je in de Fidelity mode speelt. Dat zie je terug aan de scherpere textures van de wolkenkrabbers, weerspiegelingen op het water en de glanzende spoiler van je veel te dure sportauto. Ook in de Performance Ray Tracing mode merk je de grafische verbeteringen prima. Dat is een soort tussenweg tussen performance en fidelity, waarbij je een opgeschaald 4K, 60 fps en ray tracing krijgt. Dat is ook gelijk de modus waarbij het next-gen gevoel het beste overkomt. En naast die verbeteringen laat het spel ook een stuk sneller, al zijn ze nog steeds net lang genoeg om toch even je telefoon erbij te pakken. GTA Online is daarbij nog steeds springlevend. Door de jaren heen zijn er zoveel nieuwe missies, heists en voertuigen toegevoegd dat zelfs een virtuele oliesheik zijn centen kan opmaken. Bovendien is de boel door een nieuw menu nog iets toegankelijker geworden. Wat wel steeds meer opvalt is dat de gunplay wat verouderd aanvoelt. Je hebt niet altijd volledige controle over je personage en dat is iets wat een volgende GTA wel echt moet fixen. Dat valt in de singleplayer trouwens iets minder op door de speciale vaardigheden van Michael, Trevor en Franklin die je praktisch onsterfelijk maken. En onsterfelijk, dat is ook een prima woord om de story mode van GTA V te omschrijven. Het verhaal is hilarisch geschreven, de missies zijn volkomen gestoord en weinig werelden weten nu nog zo levendig over te komen. De game staat na bijna 10 jaar nog steeds als een huis. Maar of deze upgrade de moeite waard is, dat moet je helemaal zelf beslissen. We willen in ieder geval aanraden om de game in de eerste 3 maanden aan te schaffen, want 40 euro is wel echt aan de prijzige kant. Doe je dat, dan heb je een prima upgrade voor een fantastische game. En daarom geven we deze current gen versie van GTA V een 75. Champagne, anyone? Just sort of smash things. Vond je dit nou een fijne video? Geef dan een like en abonneer op ons kanaal voor meer van dit soort content. En ga je GTA 5 nog een keer kopen of laat je hem aan je voorbij gaan? Laat het weten in de reacties.